Het komt nooit meer goed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. Zoveel nachtjes had Otje bij de tantes gelogeerd. Vandaag zou Tos thuiskomen. Dat had hij beloofd. Maar de ochtend was al bijna voorbij en Tos was nog steeds niet terug. Otje begon zich een beetje zorgen te maken. Hé, Tos. Je weet toch wel dat je al 3 weken weg bent, hè? Tos. Tos. Hé, Tos. Tos. Hé, Tos. Maar ik heb meer dan genoeg van het mandje. Het wordt hoog tijd dat je vader weer terugkomt. Ja. Dat vind ik ook. Wat zit je daar toch te zuchten, kind? Kom, help eens een handje. Je vader komt heus wel terug. Dat zeg jij. Tuurlijk komt hij terug. Ik weet het niet. Man alleen, een vrouw alleen, op een boot. Dat is vragen om moeilijkheden. Bedoel je dat, Tos? Nou, het zou me niks verbazen als er iets moois op bloeide. Iets romantisch. Ach, die neef Tos zit al hoog en breed in Mexico met zijn kersverse admiralenbruid. Wat ik je... Nee! Twee woorden. Nee! Odilia! Nee, nee, nee! 3 woorden! Je vader heeft ook recht op geluk. Maar vind je het niet heerlijk als je een echte moeder krijgt? Nou, eerst nog maar eens zien dat hij terugkomt. Hij komt terug. We moeten terug. We zouden vandaag terug zijn. Hoortje. En nu lekker naar bed. Maar als Tos terugkomt... We gaan niet alle schema's omgooien omdat je vader misschien wel eens zou kunnen komen. Je gaat gewoon naar bed. Je kan best wat liever doen tegen mijn kind. Ik ben de moeder niet. Jij wilde toch toch graag adopteren? Wilde, ja. Maar sinds nicht Odilia steeds brutaler is geworden, ben ik daar heel anders over gaan denken. Nee, mocht neef Tos niet terugkomen, dan lijkt een tehuis me de beste oplossing. Een streng en degelijk kindertehuis. Mies toch. Kind is veel te vrij. Een beetje kort houden, dat zal er goed doen. Hé, Tos. Je laat me toch niet in de steek, hè? Naar buiten. Dan zien we Tos vanzelf, hoop ik. Schitterend. Jammer. Ik had je graag mee willen nemen. Bent u de vuilnisvrouw? Zoiets.
Elke dinsdagmorgen op de been voor dag en dauw. Elke dinsdagmorgen ben ik even vuilnisvrouw. Sneller dan de vuilnisman en sneller dan ze magen. Neem ik mee wat bruikbaar is en wat me karretje kunt dragen. Afzuigkappen, wandelappen, gave jassies met pailletten, hele dames korseletten, een lampenkap van Brussels kant, een uitgedroogde kamerplant, vlaggenstokken, compleet met vlag. Ik rij er langs en raap het op, zonder vuilnisbakken dag, laat ik er financiële strop. Het grote geld dat ligt op straat, niet in de goot, want daar ligt enkel poep. Maar het ware kapitaal staat dinsdagochtend op de stoep. Trommelstokken, koekoeksklokken, fluitjes, trommels, toeters, bellen, algehele hoortoestellen, van zo'n katuur cassettedek maak ik een prima kruierek. Een stukken stoel is zo weer heel. Het gaat me echt boven mijn bed. Feitelijk is het crimineel. Wat dinsdagochtend bij het vuilnis wordt gezet. Oh, Lydia, kom onmiddellijk hier. Zwerver. En binnen wordt niet gerolschaatst. Nou heb je zo'n prachtige jurk en dan draag je toch die vieze, smoeselige kleren. Onbegrijpelijk. Maar straks komt Tos terug. Hij herkent me niet eens in die rare jurk. Dankbaar kind. Moet eerst nog maar eens zien of hij terugkomt. Tot die tijd draag je onze kleren. Als een keurig meisje, Odilia. Hè? Heel wat beters. Ik wil geen losse muizen in mijn huis! Ze zit alweer op het mandje. Jij brutaal niet dankbaar! Respect mij niet! Blijf jij maar buiten, ik kom hier wel even hier. Ga jij een bak diepvriespinazie halen, hè, bij de supermarkt. Ga gewoon. En denk om dat je... hem terugkrijgen. Muizenkeutels, losgaatsen, ik kan er niet meer tegen. En Mies. 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 En opgeruimd staat netjes. Het kind, we moeten toch ook aan de kinderziel denken. Niks kinderziel, weg met die troep. Hoe gaat het weer? Ja, elke werkdag even langs bij de burgemeester. Een beetje aandacht om de genezing te bevorderen. Hé, hey, Jontje. Wetenschapswens aan de burgemeester. Oh ja. Zal ik doen? Zeker, Herman, kijk. In. Ik was helemaal buiten mezelf. Ik kan het niet meer aan. Nee, ik snap het ook wel. Maar je moet ook aan het kind denken. Het kind heeft recht op de spullen, toch? Zullen we ze dan nu maar weer binnenhalen? MUZIEK
professor. Is er iets met Tos? Ik heb... Ik was zo ontzettend driftig. Iets met de muizen? Ja, ook. Lodewijk! Suzy! Waar zijn de muizen? Mijn kleren en mijn spiegeltje! Mee met de vuilnisman. Meneer? Heeft u de vuilniswagen gezien? De vuilniswagen is al lang geweest. Die is al aan de andere kant van de stad. Heeft u de vuilniswagen gezien? Nee. Ah, ah, eindelijk! Ik ben jou een week aan het zoeken. Waar zat je toch? En waar is je vader? Alles gaat mis. Mijn vader zit op zee en komt misschien nooit meer terug. De muizen zijn mee met de vuilnisman, mijn kleren en mijn spiegeltje. Rustig nou maar. Laten we beginnen bij het begin. De vuilniswagen. Wacht, daar zie ik een paar meeuwen. Meeuwen weten alles van vuilnis. De vuilniswagen haal je nooit meer in, zeggen ze. Hij is al op weg naar de vuilnisbelt. Juffrouw Ochtendster. Wat? Juffrouw Ochtendster weet vast waar de vuilnisbelt is. En waar is Juffrouw Ochtendster? Ik heb haar net nog gezien in dat parkje daar. Ik heb 25 gulden. Nee, jongen, die zijn voor mij. Oh, 25 gulden, zei je? Ja. Nee, alsjeblieft, doe het niet. Ja, ze stonden bij het vuil, hoor. Dat heeft mijn tante gedaan, maar ze zijn voor mij. Zo, genoeg praat, geen manier. Oh. Nee, nee. Ik ben toevallig geen dief, hoor. Alsjeblieft. Dus dit was niet alles? Mijn kleren en mijn mandje met muizen. Een mandje? Dit klopt. Ik had een mandje in mijn winkelwagen vanmorgen. Waar is het nu? Verkocht. Aan wie? Och, kunt. Het was vanmorgen. Weet ik echt niet meer, hoor. Ik hou geen administratie bij, hoor. Kijk eens. 5 gulden. Geintje. Mijn spiegeltje. Ook verkocht. Maar geen idee aan wie. Toedeloe. Alleen, ik ben alleen. Alleen op de wereld, net als in een boek, door iedereen vergeten. Niemand die me zoekt, als een vergeten Lego blokje, ver weg onder de kast.
kast. Een te heet gewassen trui die nu niet meer past. Een hondje dat geen baasje heeft of cola zonder prik. Zij zijn allemaal alleen, maar het meest alleen ben ik alleen. Ik ben alleen. Alleen op de wereld, net als in een boek, door iedereen vergeten. Niemand die me zoekt. Een afgebrokkeld zandkasteel, wachtend op de vloed. Die ene viltstift in de doos, die het niet meer doet. Een popje dat geen armen heeft, een weggewaaide strik. Zij zijn allemaal alleen, maar het meest alleen ben ik. Alleen. Onzin! Je bent helemaal niet alleen! Daar ben je. Natuurlijk! Ik ben er altijd. Mensen, daar heb je niks aan. Maar dieren, die zijn pas betrouwbaar. Al zeg ik het zelf. Tuurlijk. Ik ga naar Hotel de Koperwiek. Hotel de Koperwiek? Daar Betsy boeven de vogels. Goed idee. En je vader? Mijn vader komt toch nooit meer terug. Dat geloof ik niet. Ik moet snel gaan, want Otje wacht al 2 dagen. Ik had er wel meer van verwacht. Van ons. Maar het was toch gezellig? Dat wel. Dank u wel. Geen dank. Een bord Kaapse raasdonders. Dat zou me wel goed doen. Vast. Het spijt me dat ik zo laat ben, maar de omstandigheden begrijpt u wel. En waar is mijn otterkind? Waar is ze? Odilia bedoel je? Ik bedoel Otje. Mijn Otje, waar is ze? Kom even binnen, neef. Wil jij een kopje thee? Ik wil Otje. Wat is er aan de hand? Waar is ze? Dat weten we niet. Weten jullie het niet? Ze is weggelopen, ze is al de hele dag weg. Het is vreselijk spijtig. We wilden er vormen en kneden. Ze werkte niet mee. We hebben er een prachtig jurkje gegeven. Lakschoentjes erbij. Ja, de panty en iedere dag gehakt. Nooit wat je noemt dankbaar. De diepvriespinazie op de grond gegooid. Wat een smeerboel. Hop! Hebben jullie de politie gewaarschuwd? Nee, ik wil wel even bellen. Otje, waar is Otje? Dus de burgemeester is rustig gaan slapen. Ha? Dat is een pak van maagdachters. Meneer de agent, alsjeblieft. Meneer, mijn dochter die... U bent kok. Ja, natuurlijk ben ik kok. Maar dat doet er niet toe. Mijn dochter is kwijt. Weggelopen. Ze droeg een oranje... Ja, mag ik dan even uw papieren zien? Papieren? Dat gaat er niet om, het gaat om mijn kind. Ja, maar toch eerst even de papieren. Papieren als
alstublieft. Zuster Snebbiet, Pier Jansen, stuur onmiddellijk een ambulance. Otje had een eind gelopen. Daar was Hotel de Koperwiek al. En Tos, die was ook vlakbij. Maar dat wist Otje niet.